Ja, we staan hier bij een heel karakteristiek werk, maar wel een heel karakteristiek werk voor zijn vroege periode. Dus dit soort schilderijen maakt hij tussen 1650 en 1655. Het zijn altijd stalachtige, schuurachtige ruimtes waarin je soldaten, officieren ziet in gezelschap van vrouwen, terwijl ze zich met van alles en nog wat vermaken. Ze kaarten hier op de achtergrond. Zij heeft een glas in haar hand, ze doen een drinkspel. En dit soort schilderijen zien er totaal anders uit dan wat hij later maakt. Dit schilderij is gedateerd, een van de weinige gedateerde werken uit 1658. En dit is nou heel karakteristiek voor wat hij doet in de periode tussen 1655 en 1660. En in 1658 maakt hij zijn allermooiste werk. Dit is een binnenplaatsje. Dat is een innovatie van Pieter de Hoog. Hij kijkt achter de huizen van de mensen en hij schildert wat mensen daar doen. Het is een heel intiem tafereel. Je ziet een vrouw met een meisje. Er staat een vrouw in een poortje te kijken. Zo'n poortje noemen we een doorkijkje. Ook die zijn heel karakteristiek voor de schilderijen uit deze periode. En daarmee creëert Pieter de Hoog heel veel diepte in het schilderij. Hij neemt jou als toeschouwer mee het schilderij in.